verhaal achter de val van oud-rechter en NMA-topman Pieter Kalfsluis. Het verhaal dat leest als een thriller van John Grisham. We hebben het over vader en zoon Jan en Peter Poot, die ooit een stuk grond bij Schiphol hadden gekocht dat ze in 1996 na rechtspraak voor een deel moesten afstaan. Zij vechten al 17 jaar een strijd tegen die uitspraak. En door middel van paginagrote dagbladadvertenties probeerden zij de politieke en publieke opinie de laatste jaren wakker te schudden. Ze werden als droeve Don Quichots gezien. En nu blijkt dat ze al die 17 jaar gelijk hebben gehad. Ze zijn tegengewerkt door de rechters die ze om hulp vroegen. Het bewijs van dit onrecht kwam vorige week van een ex-minnares van een van de toenmalige rechters, de heer Pieter Kalfsluis, inmiddels topman bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit. En hij is vorige week dan ook direct op non-actief gezet aan tafel, de in 1996 gedupeerde ondernemer Peter Poot. Zo is het toch, hè? Zo is het, ja. Het is een ongelooflijk verhaal wat tot voor kort eigenlijk niemand kon geloven. Nee. En het is voor ons natuurlijk geweldig dat nu deze anonieme getuige zich gemeld heeft. Een geschenk uit de hemel. Letterlijk een geschenk uit de hemel. Dit had je nooit kunnen verwachten. Je had het zelf niet kunnen beschrijven in een boek. U zag dit uiteraard ook helemaal niet aankomen. Dit was helemaal buiten uw reach of zichtsveld, neem ik aan. We hebben natuurlijk wel... Is er ooit al een brief gekomen van deze anonieme getuige, gericht aan een journalist die een artikel heeft geschreven over onze zaak. Dus we wisten wel dat er iemand was die iets wist. Ja. We hadden ook het idee dat dat iemand was die in de rechtbank zelf werkzaam was, door de manier waarop die brief was geschreven. Er stond ook boven: het recht moet immers zegevieren. Mm-hmm. En we hebben vorig jaar getuigen voorgehouden over die brief. En daar zijn natuurlijk al allerlei schokkende dingen uitgekomen. Verklaringen van Kalfsluis en Westenberg, die twee rechters die ons benadeeld hebben. Maar na die verhoren was deze anonieme getuige zo ontzet over wat ze Kalfsluis en Westenberg hadden horen vertellen, dat ze zichzelf heeft gemeld bij de voormalig president van de rechtbank. En heeft gezegd: ik heb een geheim, ik weet iets en dat wil ik met jou delen. Ja, voordat u verder gaat. Want ik heb gehoord dat ze gelogen hebben onder ede, Kalfsluis en Westenberg. Precies. Dit is al spannend, dat vindt iedereen. Ja. Kijk, maar niet iedereen denkt: ik weet precies hoe het zit. Nee. Het NOS-journaal heeft dat een keer prachtig in een animatie verbeeld. Laten we daar heel even naar kijken, dan begrijpen we het nog beter. Voordat hij voorzitter was van de NMA, was Pieter Kalfsluis rechter bij de rechtbank in Den Haag. Bij deze rechtbank diende in de jaren 90 de zaak van Chips Holm, een projectontwikkelaar die een groot stuk grond bij Schiphol had gekocht. De twee eigenaren krijgen ruzie. De een wil snel verkopen, de ander heeft juist grootse plannen met het gebied. Kalfsluis is bevriend met de zakenman die wil verkopen. En Kalfsluis is bevriend met rechter Hans Westenberg. Kalfsluis zou ervoor gezorgd hebben dat Westenberg de zaak behandelt en in het voordeel beslist van de bevriende zakenman. De verliezers, die de grond niet wilden verkopen, vader en zoon Poot, vermoeden belangenverstrengeling en gaan de strijd aan. Een jarenlang proces. Afgelopen november wordt Kalfsluis verhoord. Hij ontkent dat er in de tijd sprake was van vriendjespolitiek op de rechtbank. Maar vervolgens meldt zich een getuige met onthullende informatie. Zij is een griffier van de Haagse rechtbank en tevens ex-geliefde van Kalfsluis. Tijdens een verhoor vorige week stelt zij dat Kalfsluis wel degelijk dingen achter de schermen heeft geregeld. Dat zou betekenen dat de oud-rechter en NMA-topman Kalfsluis heeft gelogen voor de rechtbank. Mijn eed dus. Ja, het Openbaar Ministerie doet nu ook een onderzoek naar de heer Kalfsluis. Als het gaat om mijn eed, gaan ze dat onderzoek nu verbreden, nu duidelijk is dat u inderdaad toen in het water bent gesteld? Tot mijn verbazing niet. Onze advocaten hebben deze week contact gehad met het OM om te vragen: ja, wat doen jullie nu verder eigenlijk? Want die mijn eed is veel minder belangrijk dan waar het er werkelijk om gaat. Mm-hmm. De vriendjespolitiek. Omdat men dit niet doet, hebben wij besloten vandaag dat wij deze week nu aangifte doen van wat men dan noemt ambtelijke corruptie en strafbare belangenverstrengeling tegen meneer Kalfsluis. Overigens is het zo, de rechter Westenberg die u even heeft gezien, waar die mee heeft samengespannen, daar hebben wij anderhalf jaar geleden ook al aangifte tegen moeten doen voor mijnheid. En daar constateren wij dat het OM daar zeer langzaam mee om is gegaan. Mm-hmm. We zijn anderhalf jaar verder. We hebben nog steeds niets gehoord. En als we vragen hoe is het nou, dan horen we steeds: nou, binnenkort komt er iets. Even, we kunnen het dossier helemaal openen, maar daar is de tijd tekort voor. En dat, dat zal niet iedereen begrijpen. Uw vader, Jan Poot, hadden we ook uitgenodigd. Die kon hier niet zijn, voelde zich niet goed genoeg. Ik kan me voorstellen dat dit voor hem een... Want u heeft uw halve werkzame leven volgens mij met u hiermee bezig geweest. Ja. Ik overdrijf niet. Ik ben nu bijna 20 jaar daarmee bezig. Ons bedrijf bestaat dit jaar 25 jaar. Het is een wonder dat we nog bestaan. De eerste 5 jaar waren geweldig. En daarna zijn we in een nachtmerriescenario terechtgekomen.
wat inderdaad onvoorstelbaar is. Hij is op zich heel sterk, moet ik zeggen. Het is ongelooflijk dat een man van nu 86 deze strijd nog steeds kan doorzetten. Maar goed, het vergt natuurlijk heel veel van hem en ook van mijn moeder. Kijk, dat vind ik een van de erge dingen van deze hele strijd. Dat zij hadden eigenlijk moeten genieten van hun oude dag. En in plaats daarvan moeten ze steeds maar doorgaan met deze... Ja, maar in alle eerlijkheid, ik heb de man ooit geïnterviewd. Jouw vader, ja. 1990-91, toen was dat net, leek het allemaal nog prachtig. Hè? Schiphol moest een geweldig gebied worden. Hij leefde ook een beetje bij die strijd. Ik herken dat, want hij was ook lekker knokken tegen de macht. Dat is ook lekker. Nou ja, if you have a good fight, join it. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk vinden wij dat wij voor een goede zaak strijden. Niet alleen wat de rechtsstaat betreft, waar we toch bepaalde dingen nu ontmaskeren. Maar ook voor wat wij rond Schiphol willen doen. Ja. Dat is goed voor Nederland in onze optiek. Mag het nog heel even over de rechtsstaat gaan dan? Straks over Schiphol en wat u van plan was. Maar u, op een gegeven moment gaat dat maar door. U voelt, ik ga dit niet winnen. U leeft in het diepe besef van er ons is onrecht aangedaan en dat willen we aanvechten. Er zou een moment kunnen zijn dat je dan besluit, dit winnen we niet. Het leven is kort, we moeten er ook van kunnen genieten. We moeten dit begraven en we moeten door. Dat heeft u nooit gehad? Dat heeft uw vader nooit gehad? Nee, mijn vader niet. Ik denk dat heel veel mensen hebben ons ook altijd gezegd van, hou je daar nu niet mee op? CQ, waarom hou je er niet mee op? Dat vind ik altijd een hele rare vraag, hoor, moet ik zeggen. Nou, die vraag is misschien niet zo raar, omdat je denkt, het verklaart anders zit je ook nog 20 jaar, slaap je niet. Ja, maar het verklaart ook waarom wij in de Tweede Wereldoorlog na 5 dagen het opgegeven hebben tegen de Duitsers, als ik dat zo hoor. Als de familie Poot in het bevel had gehad, waren we nog steeds in de Tweede Wereldoorlog. Ik bedoel, in zekere zin, als je overtuigd bent van je zaak, je ziet ook wat er allemaal gebeurt, dan maakt ons dat boos. En dan geeft het ons kracht om door te gaan. U publiceerde advertenties, halve pagina's groot in NRC Handelsblad. Die kwam je dan tegen als consument van de krant. En dacht je, waar gaat het? Oh ja, verdek die twee, die vader en die zoon, die zijn nog steeds bezig. We kregen daar soms een Don Quixote-rug gevoel bij. Die twee vechten nog tegen de windmolens. Dat kan ik me voorstellen. Kijk, de media besteden ook heel weinig aandacht aan deze. Ja, maar het was onleesbaar. Nee, het maar het gaat om de zaak. Het waren rare pagina's, vind ik ook. Nee, maar het zijn keurige advertenties. Ja, alleen ze zijn inhoudelijk geschreven. En niet, homo is witter dan wit. Nee. En wat wij wilden is aangeven... wij wilden aangeven dat wij niet opgeven, dat we doorgaan... en dat we de waarheid boven tafel krijgen. Heeft u altijd in het diepe besef geleefd dat u gelijk had? Ja. Ja, kijk, ik bedoel, die zitting die wij meegemaakt hebben met die minister, meneer Westenberg... Ja. Die was zo ongehoord, alleen al, mijn vader en ik zijn na 20 minuten uit dat pleidooi weggelopen uit protest. Dat is deze man, maar die man gaat de gevangenis in, als ik het goed begrijp. Hij had er al in moeten zitten. Overigens, Matthijs, dat is grappig, nieuws vandaag. Hij voert dus procedures, want ze vallen natuurlijk aan, en terecht. En hij heeft dus meer dan 200.000 euro gekregen van zeg maar, de Club van Rechters, Vereniging van de Rechtspraak. Terwijl die griffier, die mevrouw die Lek, de ex van die Kalkfleisch, die krijgt geen dubbeltje. Nee. Dat is wel een hele onrechtvaardige zaak, eigenlijk. Dus de macht helpt in die zin wel de macht ook. Die mevrouw is natuurlijk helemaal buitenspel gezet. Zei zelfs in de krant dat ze vreest voor haar leven. Ja, dat is ongelooflijk. Ik vind dat ook dat aanleiding dat de zaak echt ook door het parlement moet worden uitgezocht. Als een rechter, een voormalig... Door het parlement uitgezocht? Er moet een onafhankelijk onderzoek echt komen. Nou, echt onafhankelijk. Ja. Als de rechtbank... Het gaat namelijk om twee rechters. Dat waren niet zomaar rechters... Ze zaten in de top van die rechtbank. Het waren twee vicepresidenten, dus niet de minste. Maar is het een parlementaire enquête? Verstond ik het goed of niet? Ja. Als dan nu meneer Hofhuis, de voormalig president... bij wie die mevrouw geweest is... zegt tegen deze mevrouw van... als jij onder de tram geduwd wordt, dan weet ik in welke hoek ik moet zoeken. Ja, als dat niet aanleiding is tot dit moet echt worden uitgezold... dan weet ik het echt niet meer. Wat ongelooflijk fijn voor uw vader, mag het toch even over het persoonlijke aspect gaan, dat hij dit nog meemaakt. Ja, absoluut, ja. Want hij had dus ook, ja, ik hoop dat het nog heel lang duurt, maar zijn graf in kunnen gaan met deze wrok, met dit chagrijn, met deze woede. Dat had absoluut kunnen gebeuren, maar je ziet natuurlijk ook wel vaker dat mensen zichzelf ook in leven houden, omdat ze zeggen, deze strijd zal ik winnen. En dat baart me ook wel eens zorgen. Je hebt al vaker gezien dat mensen uiteindelijk dan echt gewonnen hebben. En dan heel snel overlijden. Nou ja, dat is profetisch. Maar dat is wel een angst, bij wijze van spreken. Oké, we hebben een nieuwe angst bij. Ik wil dat mensen van hun leven ook kunnen genieten. Maar hij is wel zeven. Nog kort. Wilders hakt de hele dag op de rechterlijke macht. We hebben hier twee van, is het exemplarisch? Of zeg je, bedoel, de rechterlijke macht is een soort Sicilië geworden? Of is dit eigenlijk één gevalletje? Nee, ik denk dat er heel veel goede rechters zijn. Maar ik denk ook dat er heel veel misstanden zijn.
En dat ook de zaak Kalfvleis-Westenberg bij de Haagse rechtbank... dat niet alleen onze zaak daar verkeerd behandeld is. Nou, dat is heel zorgelijk. Ja, ik noem maar één andere zaak, dat is de Solleveld-affaire. Nou ja, goed, laat zitten. Maar het langslopende faillissement van Nederland... waar ook de meest schandalige dingen gebeurd zijn. Dus ik... Niet mopperen, geniet van het moment. Ik ben blij dat ik hier... En van de miljoenen die ze gaan verdienen. Dank. Oké. Ja.